Naast mij staat Rob Verheijen, fractievoorzitter van CDA Bergendal. Uw politiek leider, wat vond u van het verhaal? Ja, ik vond Sybrand sterk uit de bus komen. Hij was in ieder geval standvastig. En met name het gebruik van cannabis. Ik kan me daar helemaal in vinden, want de illegale handel die gaat via een U-bocht welig tieren. En dat moeten we niet hebben. Het CDA staat goed in de peilingen. Als CDA goed vertegenwoordigd wordt hier straks. Wat gaan wij in Gelderland en het Rijk van Nijmegen merken van de invloed van het CDA? Ja, wat we gaan merken is, en dat heeft Sybrand net ook al aangegeven, dat met name die onnodige bureaucratie die wij lokaal ondervinden, dat moet veel eenvoudiger. We moeten uitgaan van een stuk vertrouwen. En het moet gewoon heel simpel zijn als je bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of hulpmiddelen hebt. Dus het hele WMO-dossier moet gewoon simpel. Noemt u nog eens twee onderwerpen die bijgebleven zijn uit het verhaal van Buma? Nou, met name de economische invalshoek die het CDA heeft versus de mobiliteit, hè, realisme. En ook wel die duurzaamheid. Het viel me gewoon op dat dat niet goed voor het voetlicht kwam. Maar een van de grondwaarden van het CDA is, wij noemen dat met een misschien wel het ouderwetse woord, rentmeesterschap. Maar het gaat eigenlijk over duurzaamheid. Hè? Hoe ga je met de aarde om? En daar zitten best wel plannen. Tot slot nog 4 dagen campagne voor de boeg. Waar gaan we het CDA nog tegenkomen in het Rijk van Nijmegen? Nou, in Rijk van Nijmegen. We gaan straks naar Beek, de grenskaravaan. Omdat daar behoorlijk wat problemen, economische problemen zijn voor ondernemers en MKB'ers. Die gaat van bovenaf Gelderland naar beneden toe. We eindigen in Beek bij de grootste supermarkt, plus supermarkt van Nederland. We hebben Nico de Wit. Daar spreken we een aantal mensen. En ja, we hebben nog zaterdag en maandag campagne, caravanen voor de boeg. Dus met z'n allen de schouders eronder, zou ik zeggen. Dank u wel, nog veel succes. Dank je wel. Dank.